Today. Regering trots op veiligheidsdiensten. De regering acht het nodig om voor wat betreft de recente drugsvangst op de Sjoel-Setni-haven aan te geven dat ze trots is op haar veiligheidsdiensten en haar in deze ondersteunende diensten. Met de beschikbare middelen zijn deze diensten erin geslaagd om na nauwkeurig onderzoek en nauwkeurige analyse en opsporing een dergelijke omvangrijke drugsvangst te doen. Dit zei president Desi Bouterse in de Nationale Assemblée tijdens de algemene politieke beschouwingen. De regering erkent dat Suriname niet bespaard blijft van de internationale drugsproblematiek. De aan drugsgerelateerde criminaliteit is een groot probleem dat een integrale benadering vereist. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.